Bie de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door Beleefstad Appingedam en Abiant Uitzendgroep. Heb jij ook zoveel last van al die opgevreten kale buksenzaagjes? Wij hebben de oplossing. Kijk, door helemaal achterin, er staan waterbuffels. Waterbuffels? Ja, waterbuffels. Want Bert Meems in ons Zwedde, die dacht van koeien zijn leuk, maar waterbuffels die zijn nog veel leuker. En ik wil weten waarom. Mooi Bert! Goeiedag! Hoe komt een boer erop om waterbuffels te nemen? Ja, dus meer rendement. Is dat echt zo? Ja. Nou, had je het ergens gelezen of zo? Hoe komt ze zo bij? Via Facebook kwam ik voor een aantal buffelboeren. Ik dacht, oh, dat spreekt me wel aan. Dat is ook wel wat voor Midas toe. Ja. Dus met de koeien was het dan niet al geweldig meer. Met die fosfaatdregen, wat erop zit. Dus het is gewoon. Als een kou meer melk geeft, dan moest weer een kou op inleven. Dus ik had te weinig koeien in de stal. Hoeveel was er? In 2016 waren we weer begonnen met melken. We waren een tijdje gestopt. En toen waren we weer begonnen, dus ik wilde de stal vol hebben, maar dat was niet zo. Dus dan waren we 70 koeien in. Dus de melk zat 3 maanden op, dan weer duur op investeren. Ja, dan kreeg ze in januari papieren uit van ik heb 20 van de koeien niet kunnen voor. Oeh. Dus ja, en dan is wel op investeren. Ja. Dan loopt ze direct weer aan, dan mis gewoon 20 van de koeien. Ja, loopt ze meteen weer achter de feit na, natuurlijk. Dus sindsdien was ook al van, prozooi was er al af. Ja. Eigenlijk, maar ja, ze is gewoon eerst deur, kijken als het toch wat wordt. Maar ja, het werd toch niet beter. Dus dit jaar dacht ik van, ik kan die Zwitser wel gaan wonen naar de waterbubbel zo. Zo? Alle koeien zijn weg? Ja. Ja, jongen. Oh, daar staat er nog een. Ja, twee. Vleesvee. Oh, dat is vleesvee. Ja. Dus de melkkooien ben allemaal vast. Ja, die ben allemaal voor. God, jongen. Wat een beslissing. Ja. Dat is ook wel even spannend, of niet? Ja, het was niet makkelijk. Dus, maar het was ook een of andere dag dat ze eigenlijk wegging. Want deze was nog geen koper en had er een bel, dus die was komen te kijken. En dan vonden ooms van de melkkooien direct al voor. Dus binnen 25 uur was dat zo al beslist. Maar dat was wel vroeg nog, zeg maar. Ah, val meer. Ja? Met deze was wel vrij snel op om. Dus dat was wel makkelijk. Ja. Ja, kijk eens even. Toen heb je wel een andere stal gekregen, of niet? Ja. Maar die boezende langers, dat is wel even. Dit heb ik nog nooit zo. Nee, ja, gewoon bedrijven hier bij ons verder voor. Die hadden de barrel mag nu. Maar wat moet je allemaal aanpassen? Sowieso voer ik die condereus. Dus een buizen verlangs. Ja, en het advies was gewoon een andere waterbak erin. Omdat ja, zo op het begin van water, als je van die dorpen waterbak in hebt, dan zijn die bubbels constant met de kou onder water. En dus dan gaat die waterleiding niet blijven maar stroom. Dus, kijk, ja, nee, dat moet natuurlijk nooit. Nee. Maar dat was alles. Ja. En hier kende de 70 in? Ja. En dan is er achter nog wat vleesvee. Ja, twee pinken die over waren. Eén was van een tweeling, een bolle. En de andere die loopt een paar aantal moeren achter. Dus die was niet meer geschikt voor als melkkou. Dus die hebben nog geluk dat ze dan langer het hier kunnen blijven lopen. Nou, gezellig. Ben ze ook live? Ja. Ze zijn live van een kwijt. Oh echt? Ja, daar zit een kring tussen, hè? Ja. Ja, bij de purvels natuurlijk ook wel. Maar mijn ervaring is al met die bubbels, ze zijn oordiger, luiver, nieuwsgieriger dan kan. Och, kijk nou. Mooi. Mooi. Oh, mag ik die zo houden? Kom eens even bij mij kijken. Nou. Mooi. Mooi. Wat ben jullie jij nat, jongens? Vinden jullie dat lekker? Zo. Wat zijn ze mooi, man. Ja.
Dat zijn mooie beesten. Och, nou, kijk eens. Wat nieuwsgierig, jongen. Oh, gebeurt er wat? Jullie zijn echt fantastisch mooi. Hoor je er van tussen? Ja, dat is wel weer. Ze zijn wel wat schrikkerig, zeg maar. Ze kunnen maar zo... Soms kregen ze dat op de heup. Zoals nou. Ja. Ja, het is natuurlijk een wen, een andere dagen. Dus die jong gaan met die dooi, maar ze ook hem achterkomen nou het echt in de kozeer. Ja, het is wel een beetje wen natuurlijk, ook voor die. Ja. Dus ze binnen nou melk met z'n 2 weken. En ze kennen die wel een beetje wen. Ja. Dus zucht een probleemloos hoes. Ja, ik heb ze eerst 1,5 week aan stal gehad. Dus een beetje tussenlopen, dat ze gaan niet wenden. Dus, dit is de nieuwsgierigste. Ja, dat is de dikste die ertussen lag. Ja, dit is wel een joekel. Wat is het gewicht van zo'n buffel? Ja, ze zeggen meestal rond 700 kilo wel. Soms liggen ze algemeen met z'n lichten en dat ze er niet zijn. Toen was wel een dikke, hè? En die hoorns, jong. Hebben ze toch geen last van? Nee. Nee, ja. Voor zichzelf vinden ze het volgens nog makkelijk, maar als ze rug jeuk hebben op de scholen bloeien, dan kunnen ze zichzelf krabben. Dan werd eerst van die schuurplek naar af. Oh, dan krabben ze zich. Ja. Is dat nou eens hier, Luivert? Dan moet een stierbuffel, dat moet wel een joekel wezen, of nee? Ja, die ja. Die is een beetje dikker. Een beetje dikker? Ja. Zo. Ja, dat groepje, doe best de brutaalste, hè? Ja. Hoe al binnen is er nou? Tussen de 2 en 3 euro. Waar haal je die beesten vandaan, joh? Deze komen uit de broodbaas. Oh ja? Ja. Hoeveel boeren ben je dan met waterbuffels? Ik ben de 12e daar. De 12e? In Nederland? Ja. En wat is er zo... Nou, moest je nou door eens kijken. Want ze kennen ook altijd boeten, hè? Ja. En dat vinden ze ook lekker? Ja. Ze hebben niet zo snel koold. De vermogen ook. Ze waren nat, dus ik heb ze aanvalt. Ze waren gewoon hartstikke warm. Nou. Dus als het kwijt waren en regende, dan stonden ze met snel over de hek. De jank, dat ze naar binnen wonen. En deze moet niet. Nee, Koen vindt dat nou zo lekker, hè, Naas? Nee. Nee, die stond al even binnen. Ja, als Naas is wel. Ja, ik ook trouwens. Doe ook, denk ik. Ja. Ja. Dat sowieso. Dus hoeveel is er nou? 14. En die geven ze meer melk? Minder. Minder? Een kou die geeft tussen de 8 tot 10.000 liter. En een buffel plus minus rond de 2500 liter in het jaar. Oh, dat is nogal een verschil. Ja. En kerst toch wel van leven? Buffelmelk is duurder. Oh, buffelmelk is duurder? Wat kun je dat kopen eigenlijk? Nou, bij supermarkt of zo wel. Gewoon puur melk kopen, dat zit er niet in, maar er wordt gewoon mozzarella van gemaakt. Oh, kijk eens. Oh, nou, ach, verdorie, nou snap ik het pas. Buffelmozzarella. Dat is wel de beste mozzarella die er is. Ja, dat is ook de enige echte. Ja, ja, zo moet het wezen, hè? Beetje romiger. Ja. Ja. Ja, ze hebben ook 9% vet. En een kou werd 5,5 gemiddeld. Dat is dubbel. Ja. Wist toen mozzarella eten? Oh, ik heb het wel laat, maar het is gewoon, ja. Het is weer een heel andere smaak. Ja. Dat is gewoon, moest aan wennen. Lekker op een pizzaatje. Ja, pizza sowieso. Puur ook wel. Puur eten wil het ook wel. Het is allemaal laat, hè? Ja. Hoe is het in Italiaans? Italiaans is al slecht. Nou, dat was nog helemaal cursus. Ja. Wat spreken ze Italiaans of nou? Deze ben gewoon in Nederland geboren. En neem ze nog meer of nou? Ik kom nog meer. Dus wat is er hebben moet eindelijk? In november begon ik te melken. Dus ik heb de sumpje gekocht, die ben al aan de melk. Dus die kwam als ik begon te melken dan. Dus ik heb een bedrijf waar ik de vader gekocht, waar deze nu wegkwam. Dus die kwam als ze drachtig ben. Dus in totaal heb ik de 57. Dus ik ben al kijken als ze nog een beetje bijkomen. Dus ja, hoofddoelstelling is gewoon stal vol. Ja. Dus er zit toch boxen in, dus ongeveer 60, 70 buffels erin. Klinken ze ook andere vouwen? Ja. Wat klinken ze? Normaal een kou die krijgt ongeveer zulks gras. Dus eiwitrijk vreten. Ja.
En buffels die mogen gewoon echt puur structuur hebben. Dus je moet niet eiwitrijk weten. Maar dan want ze snel te vet en krijgen veel energie. Dus in een, ja, ben gewoon dat maakt het ook interessanter natuurlijk. Ja, ben gewoon goedkoper. Ja. En het gras is hartstikke lang. Klopt. Dat is toen zo laten staan, denk ik. Ja. Is dat, ze moeten veel gras hebben? Eigenlijk wel, ja. Gewoon puur gras, moois, huf, weinig tot niks. Dus daar vouw ik er ook niet zoveel van. Nee. Dus het gaat puur om structuur. Hey, en die melk, hè? Waar zet je dat op? Mijn melk gaat straks naar Italië zo. Dan maken ze echte buffelmozzarella. Ja. Met een Europees keurmerk. Ja. Van echte Italiaanse buffels. Want ben je van oorsprong Italiaans, hè? Ja, als je wel terug gaat, dan komen ze bij India voor. Oh! Dus in Italië, Italiën hebben ze natuurlijk denk ik aan invoer. Hier in Holtz en toen ben ze dan begonnen met de buffelsmelk. Was nou toch eens kieken, jongen. Hallo! Kom maar staan, toet op binnen. Wat zijn ze mooi, joh. Ja. Je moet toch een hoop leren ook nog natuurlijk, als je zo op na hebt begonnen. Ja, dat klopt. Wel heeft hij dat leerd? Gewoon buffelboer Nederlands. Ben ik een bilans vers. Dus een eerste buffelboer, zover me verteld is in Void, is in 2004 van de meer begonnen. Oh. Dus het is met drie jongen, met drie broers ben ze. Dus die melk gemiddeld 300 buffels. 300? Oh. Ja. En hoe is de prijs eigenlijk? Zoals nu, door de corona, is die prijs een beetje zaakt. Nou zit het gemiddeld op een euro per liter. Maar als het straks weer beter is, dan is het gemiddeld 1 euro smettig. Zo? Dat is bijna een euro meer dan een liter koumelk. Ja. Zo, hoe is de touwkomst er helemaal hervonden? Ja. Hoe is er weer zin aan? Ja. Nou, meer dan met een kwart. Geweldig, man. Drinken ze hier? Nee, het is een zwembad. Echt waar? Houden ze zo van water? Ja, ja. Natuurlijk, waterbuffels. Ja. En dan plonsen ze er even in? Ja, lopen ze erin deur. Nou is het natuurlijk een beetje frissen, maar zoals het als daar groen is, dan gaan ze er lang in likken. Ja, ik heb nog zo gezegd! Geen bommetje! Nou, Bert, mijn jong, heel veel succes ermee, hè? Dankjewel. Dan komt wel gauw met die. Ja, dat ga ik wel van u. Nou, dan moeten we maar in stijl afsluiten, zeker. Ja. Arrivederci. Goodbye. Ciao. Ciao, Bella. Wie de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door Beleefstad Appingedam en Abiant Uitzendgroep.